vlogen we terug. Nou, totdat we kwamen waar de fans waren, yeah, duurde zeker 4-5 uur. Nee. Vanaf de airport. Ja, tuurlijk, iedereen gooide zich voor de bus. Stoppen! Iedereen probeerde de bus te stoppen. Was. Maar het is mooi, het is mooi. Mensen, weer een nieuwe bij Andy in de auto. Onderweg naar Rotterdam, naar Gary Rodriguez. Bij de afslag, en, 14, rechts afslaan naar de A28, Hoevelaken. Laat de zolder heen, nog maar even, daar blijft de kat er niet. Maar, het is onderweg naar Rotterdam, naar Gary, speelt bij Galatasaray. En hij heeft wel veel clubs gehad al. En hij is volgens mij vrij onbekend in Nederland. Ik heb hem een keer gezien op Instagram. Ging zijn profiel checken, was gewoon Nederlander. En, maar raar eigenlijk dat hij niet in de Nederlandse competitie heeft gespeeld. Dus ik ben benieuwd naar zijn verhaal. Hij doet het goed bij Galatasaray nu. We gaan kijken en kijken wat hij te zeggen heeft. Yes! Deze Holland de Chenaar. Mariano. Gary Rodriguez. Sert vuruyor fark bire iniyor. 86. dakika Galatasaray bu golle umutlanıyor. Gary Rodriguez. Açısı dar olmasına rağmen sert vuruyor Rodriguez. Alles goed? Yo. Hoe is het? Lekker, man. Ja, ik wist al dat je het vergeten was. Goed dat je het herinnert. Ik dacht, anders kom je er niet in. Ja, toch? Waarom ik hem tekenen? Staat je naam erop? Ja, tuurlijk. Top, dan moet hij achterop. Yes. Voor die Turkse vrienden van mij worden helemaal gek. Ja? Ja. Yes. Top. Ben je vakantie geweest? Ja, ik was even een weekendje in Lissabon. Oké. Okay. Ja. Met alleen? Nee, met mijn vrouw en mijn kinderen. Oh, je hebt gewoon vrouw en kinderen? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Oh, ik denk, je woont alleen of zo? Nee. Dit gewoon nog. Yes. Krijg je nog een boete ook zo? Even kijken. En nu zeker. Vakantie, lekker hier in Nederland? Ja, lekker hier in Nederland. Mijn vrouwtje is zwanger, dus dat is echt gefeliciteerd, man. Dankjewel. Top, hè? Ja, zeker. Hey, maar eventjes, hoe kan het dat we jou niet in Nederland hebben zien spelen? Ja, raar, hè? Ja, man. Ja, ik ben niet echt een bekende voetballer hier in Nederland, maar ja, het is snel gaan bij mij hier. Ja. Ik ben direct naar het buitenland gegaan. Ja. Dat was het. Want ik zag jou een keer op Instagram, dacht ik, hey, deze gozer is wel goed toch? Maar ging ik naar je naam kijken, dacht, oh, dat is gewoon Spaans of zo, weet ik het. Het is gewoon Nederlander, man. Ja, maar klopt. Niet veel mensen kennen jou hier in Nederland, nee, hè? Nee, nu wel een beetje, maar eerst niet echt. En nu omdat ik ook bij een wat grotere team zit als Galatasaray. Ja. Kampioen geworden, dus dan valt het balletje, snap je? Ja. Maar in Nederland heb ik niet echt, nooit in de Eredivisie gespeeld, snap je? Die staat wel aan. Oh, oké, okay. Serieus? Ja, die staat altijd wat in. Maar maakt niet uit. Maar het is niet erg, hij pakt hem in toch? Ja, toch. Ja, mooi is. Oké. Okay. Ja. Maar, want je hebt wel veel buitenlandse clubs gehad. En toen kwam je op een gegeven moment ben je naar Duitsland gegaan. En toen kwam je terug, toen ging je naar Xerxes terug, toch? Ja, ik ging een test doen in Duitsland. Maar was ik niet doorheen gekomen en toen kwam ik hier lekker bij het amateurvoetballen. Ja. En toen ben ik van Xerxes ben ik naar Boshuizen geweest. Ja. En bij Boshuizen ben ik weer zeg maar doorgebroken naar... Ja, want daar heb je veel gescoord, hè? Ja, daar scoorde ik veel. Oké. Okay. Maar hoe is dat niet moeilijk dan? Want ik ging naar Duitsland, dat je daar, oké. Okay. En dan, was dat betaald voetbal? Ja, betaald voetbal. Tweede league ging ik een test doen, maar ik kwam er niet doorheen. Oké. Okay. Ja, en toen moest je terug, hoe ga je dan daarmee om, weet je? Dat vind ik best wel Ja, weet je wat knapper, ik werd weggestuurd bij Feyenoord in de B, omdat ik te klein was. En toen uiteindelijk ben ik bij amateurvoetbal gekomen, maar ik geloofde nog steeds in dat ik wou het gewoon heel graag. Ja. En uiteindelijk, ja, zo is het wel gekomen bij Boshuizen. Oké. Okay. Toen ging ik naar ADO. Want dat zit in die regio, weet ik, door ADO gescout. Ja. Ik heb een professionele contract en zo is het zodoende. En Griekenland gezeten en Portugal. Ja, klopt. Jezus man, echt een zwerver. Ja, echt een zwerver. Bij overal waar ik mag heen. Ja, maar je hebt Nederlands elftal ook niet gespeeld. Nee, niet gespeeld. Ik had vroeg voor Caviliaanse elftal gekozen toen ik naar Levski weggaan. Ja. Ik ben van ADO naar Levski gegaan en toen had ik voor Cabo gekozen toen ze me hadden gebeld. Mijn vader wou dat heel graag. Ja.
En ja. Dus ja, nu kan je niet meer voor Nederland ook nog meer spelen. Nee, niet meer, maar ja. Nice. Ze praten wel vaak nog steeds over. Dus ja, hè? Ik ben gewoon geboren hier in Rotterdam, toch? Ja, daarom. Dus ja, daarom. Geboren, ja. Ja, maar daarom vind ik het zo raar dat je niet... zeg maar, in die jeugd heb je bij Feyenoord ook gespeeld samen met je neef. Ja, met mijn neefje Cabral. Ja, met al die jongens, Wijnaldum, dat is mijn lichting. Oké. Leroy Ver, daar hebben we allemaal meegespeeld, Strootman. Ja. Maar fijn dat weggestuurd dat je te klein was. Ja, ik was te klein en werd ik weggestuurd, man. Maar ik had ook een beetje discipline vaak te laat komen. Ja, ja, ja. Was je moeilijk? Was je moeilijk? Ja, niet moeilijk, maar... Gewoon laks. Ik deed wat ik wou doen. En bij Feyenoord in de jeugd en bij Ajax, ja. Dan weet je hoe dat gaat, toch? Ja. Het gaat meer om discipline en... Ja, als je voetballen kan, dan is het goed, maar je moet ook discipline hebben. Ja, tuurlijk, snap je? Oké, dus je was wel een beetje, zeg maar, een beetje Andy van de meiden ook. Ja, Andy van de meiden. Te laat komen op training en zo. Te laat, veel problemen, dan dat, dan dit. Ja, ja, problemen, ja, veel, ja, ja. Met school, met dat. Ja, ja, ja. Geen school afgemaakt. Nee, nee. Nee, ja, ik moest naar school, verplicht van Ajax. Ja, wij moesten ook verplicht, maar we deden alleen maar een beetje, ja, gewoon laks. Ja. Omdat je denkt dat je bij Feyenoord zit, dat je dan de koning bent. Ja. Maar zo gaat het niet. Nee. Snap je? En dan is meer respect voor jou omdat je die terugval hebt gehad van oké. En dan nu heb je gewoon contract bij Gala. Ja, nog zeker. 2 jaar, 3 jaar. Ja, en ik probeer niet te verlengen, want ze willen verder nog gaan. Willen ze verder met je? Ja, het liefst blijf ik. Ja. Ja, het is wel wat interesse, maar ik wil gewoon blijven. Ja. Ik ben nu 27. Ja. Ik voel me lekker daar. We gaan Champions League spelen. En uiteindelijk gaat het ook om financieel voetbal, snap je? Ja, ja, ja. Dus ik zit gewoon goed en ik wil niet weg. Wat zeg je? Ik wil niet weg. Nee. Niet zomaar weg. Het is ook wel belangrijk voor je vrouw en zo, je kinderen toch? Ja, die zijn daar ook al gewoon. Die hebben het nou in zin daar. Ja. En het liefst gaan we niet weg, maar je weet nooit wat kan komen, snap je? Maar hoe is dat? Kan je daar gewoon over straat of niet? Jawel, ik heb wel over straat, maar Turken zijn wel echt heel erg. Gepassioneerd, hè? Gepassioneerd. Ze hebben veel respect voor voetballers. Ja. Dus okay. Overal word ik gewoon gestopt. Ja, ja, ja. En Gala is de grootste in Turkije, dat is chaotisch, man. Foto. Dan vragen ze videootje. Ze vragen alles wat ze kunnen vragen. Ze vragen je geld, alles. Ja, ja. Mooi, hè? Wel mooi, is wel mooi. Ja, maar af en toe word je wel gek van, hè? Ja, hè? Maar het is echt mooi. Het is echt mooi hoe het daar leeft en ik heb er wel respect voor, man. Ja. Het is echt... En dat stadion altijd vol, hè? Het stadion is altijd vol. Hoeveel overal. Bij ons gaan er 58.000, maar bij ons, ja, bij ons is het ook... Hoe zijn die derbies daar? Ja, fantastisch, man. Ja, hè? Ja, dan zijn ze helemaal gek, hè? Ja, hij leeft echt. Je krijgt miljoenen berichten voor de wedstrijd. Ja, ja, ja. Dat dag is altijd tegen Fenerbahçe, worden ze helemaal gek. Dan zijn ze helemaal dol, hè? Ja, ja. We hebben toch, wat zag ik nou een keer? Als die aanvoerder of zo, begint hij met zingen en dan gaat de rest reageert of zo? Ja, ja, wij moeten dat voor elke wedstrijd doen. Dan gaan ze je naam noemen. Yeah. En dan loop je naar het publiek toe. En dan doen ze, en dan doe jij zo met je hand. Ja, ja, en dan, ja. Dan is, en dan doe je 3 keer zo, zeg maar. Ja, 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 ja. Dat doen we altijd. Vet, hè? Ja, ja, de hele stadion. De hele stadion, ja. Gaan ze helemaal los. Okay, en hoe lang zit je nu bij Gala? Mijn 2e jaar. Oké, en met wie heb je daar gespeeld, Nederlands? Met Nigel de Jong. Nu zit ik met Ryan Donk. Ja. Want die andere boys zijn weg. Ja, alleen Ryan Donk. Ik ben benieuwd wat nu gaat gebeuren, man. Dus je trekt ook veel met elkaar, met Ryan? Ja, met Ryan. En dan heb je ook, je hebt Babel daar. Je hebt Jermaine Lens. Oh, ja, die spelen bij Besiktas. Ja. Dus wij zien elkaar gewoon vaak. En Elia speelt ook bij Istanbul Başakşehir. Ja, ja. Ook een topteam daar nu, dus. Ja, je hebt wel veel Nederlands erop. Ja, hè? Ja, dat is wel leuk. Ook man. Allemaal in Istanbul, dat is ook. Ja, gezellig, kunnen we vaak afspreken. Ja, dat is wel leuk, man. Niet als we van elkaar hebben gewonnen of verloren, dan even distancieren. Ja, ja, ja. Want, dan moet je als het bij ons fout gaat, dan gaat het ook echt fout met de Turk, hè? Ja, ja. Ja, echt. Dat is dus, geen grap, hè? Nee, geen grap, man. Dan word je alleen maar go home. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zeg ze dan, go home? Ja, go home gewoon. Ga lekker rusten. Oh, als je zeg maar, na de verloren wedstrijd in de stad bent of zo. Ja, in de stad of overal waar je ook bent. Ja. Maar het is mooi eraan, het is echt mooi. Ze leven voor de club en hart ligt bij de club. Ja. Ze gaan echt dood voor de club. Ja. En die gevoel krijg je ook wanneer je in de wedstrijd komt. En dan weet je ook voor wat je daar bent, snap je? Ja. Tuurlijk, voetbal is voetbal, we doen het voor, maar passie is ook belangrijk, weet je. Ja, zeker. Dat is ook belangrijk. Ja, doordat zijn we dit jaar echt wel kampioen geworden. Ja. Ja. Hoe was dat dan? Ja, dat was bizar, man. Ja, hè? Ja. Dat,
Ja, dat gaat. Ja, was gek. Gehuldigd kwam, en zo. Ja, ja. Toen wij hadden gewonnen uitwedstrijd. Ja. Dus wij vliegen altijd terug dan naar Istanbul. Van, we vliegen vaak naar andere steden. Vlogen we terug. Nou, totdat we kwamen waar de fans waren. Ja. Duurde zeker 4-5 uur vanaf de airport. Ja, tuurlijk, iedereen gooide zich voor de bus. Stop! Iedereen probeerde de bus te stoppen, was gek. Maar het is mooi, het is mooi. Ja, en toen kwamen we daar, was het echt. Het was echt mooi, man. Ja. Mooi om mee te maken. Waar woon je? Daar gewoon in een huis of zo? Of heb je appartement? Ik woon in een appartement. Vlakbij de trainingscomplex. Want Istanbul is groot, ja, weet je. Ja, ja, ja. En het mindere van Istanbul is traffic. Ja, hè? Dus ben ik maar lekker dicht bij het trainingscomplex gaan, want dan kom ik nooit te laat, weet je. Ik hoorde ook van dat je daar zeg maar op wordt gehaald en zo. Niet dat je zelf niet hoeft te rijden, omdat het zo ja, ik heb voor mijn familie heb ik een driver en een busje. Zo'n Vito busje, Mercedes. Okay. Maar ik rijd zelf gewoon lekker een jeep van de club. Oh ja? Ja, wat voor jeep rij je? Zo'n Kia Sportage. Kia? Ja, die krijgen we allemaal voor de club. Okay. Nou, niet iedereen, maar gewoon buitenlanders. Ja, ja, ja. Zeg maar een familieautootje. Wat is waar je zelf. Ben je niet zo van de auto's of zo? Jawel, ja, hier in Nederland, maar ik heb daar een Vito-busje gekocht. De nieuwste, snap je? Oké. Okay. Is ook best wel duur, dus. Ja, ja, ja. Is gewoon goed, mooi design van binnen. Kan je lekker zitten met 8 mensen. Dat is top. Ja, heb ik PlayStation, TV erin kunnen. Ja, 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 ja. Af en toe zit ik ook in die busje toch? En in Nederland, wat rij je in Nederland? Ik rij Range Rover Sport. Lekker, man. Ja, ja. Lekker, mooi bak. Ja, mooi bak. Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat, ja, en nu kan ik, godzijdank kan ik kopen. Ja. Wat ik wil kopen, laat me het zo zeggen. Ja. Daar heb ik toch wel hard voor gewerkt. Ja, tuurlijk. Snap je? En niet op, daar heb ik wel echt respect voor. Omdat ik, meestal als je ziet dat mensen dan, oké, ze krijgen daar geen contract. En dan gaan ze terug naar de amateurs. Dan zakt het meestal helemaal af. Ja, dan is het ook altijd zo, zeg maar. Kan je lekker werken, denk je aan andere dingen. Ja, denk je van, nou, dat gaat niet maar meer gebeuren. Maar mijn focus was echt gewoon, ja, voetbal. Ja. Ik zat ook destijds niet op school. Ik werkte wel part-time. Ja. En, wat deed je? Ik deed TNT-post. Nee, meen je? Ah, mooi man, en dan gewoon nu. Ja, ah, dat vind ik zo een mooi verhaal, hè? Ja, ik TNT-post gewoon nachtdienst. Nee, en dan ging ik lekker slapen en dan overdag weer trainen. En dan na training ging ik lekker de nachtdienst pakken. Was niet leuk of zo, maar dat was wel mijn routine, man. Zo, hey. Ja, man. Wel netjes, ook niet dat je denkt van. Weet je, de meeste jongens denken dan, oh, gaan we snel geld verdienen, ga je rare dingen doen. Ja, zeker, zeker. Er komen veel dingen op je pad, maar ik ga lekker werken en voetballen, ja. Ja. Even een beetje kloot op straat, voetbal op straat, lopen en dit en dat. Ja, 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 ja. Ik was wel van bewust van wat ik wou doen. Dus. Jij gelooft dan gewoon, oké, ik ga gewoon voetbal, dat is mijn ding, dat ga ik doen. Ja, zeker, zeker. Dat had ik ook vroeger gedacht. School was niks voor mij. Ik zat echt op school, op dak, ging ballen eraf halen. Ja. Ik ging naar school, jongen. Ja. Waar kom jij vandaan dan? Arnhem. Arnhem, hè? Ja. Okay, ik ging altijd in de pauzes naar school ging voetballen. Ja. En dan ging de bel weer, gingen ze de klas in, ik ging naar huis. Ja. Ik ging naar huis voetballen. Ja. Gewoon op straat voetballen. En dan, ja, man. Maar dat heeft je ook gemaakt voor wie je bent. Ja. Snap je? Ja. Je hebt geloof in dat voetballen te worden. Je bent een van de beste Nederlandse buitenspelers die ooit heeft gespeeld in Nederland. Ja, toch? Tuurlijk. Je was mijn grote voorbeeld, man. Ja, ja, ja. Ik heb bij Feyenoord gespeeld, maar ik ga gewoon zeggen, ik ben een Ajaxiet. Ja, ja. Ja, ik ben Ajaxiet. Top, dat heeft man. Mijn vader me van gemaakt, weet je. Ja, jij was je vader Ajaxiet, en ja? Ik was echt een fan van je, man. Dankjewel, man. Het is echt top. Oh, dat is mooi om te horen. Ja, man. Ik was echt een fan van je, man. Ja, het is wel, ik vind het wel vet, want, ja, want ik zag jou ook, wat ik zei, je hebt geen Instagram, hè? Ja, ik heb wel een Instagram, okay. Man. Ja, ja. Maar ik zag bij je. En die jongen die hier aan Rotterdam. Ik heb een vriend van mij die lijkt een beetje op jou, ook kaal. Tim Belsie. Ja, daar zag ik jou. Ja, klopt. Op zijn Instagram zag ik. Ja, dat is een vriend van mij, man. Ja? Ja, ja, ja. Hij is goed, hij komt hier uit Rotterdam. Ja, hij komt uit Rotterdam, hij kent iedereen. Ik ken hem al heel lang, sinds dat ik in de D1 speelde van Feyenoord. Ja. En hij zorgt gewoon goed voor alle voetballers, maakt video's, alle foto's die hij kan krijgen, regelt hij. En hij staat altijd klaar voor ons. Ja, ja. Goeie jongen. En, ja, zodoende, man. Daar heb je hem bij hem gezien. Ja, ik heb hem gezien. Toen zag ik jou zo zien maar weer, hè, hoe hij is goed bezig. Ja, zeker. Dat doet hij echt goed. Want ik zag jou door hem, zeg maar. Gary, zo goede voetballer, man. Die, wel lelijk, maar hij is wel goed. De kapje. Maak niet uit. Iedereen met zijn smaak. En hoe lang ben je met je vrouw nu? 7 jaar. 7 jaar al? Ja, dit jaar 7 jaar. Ja. Netjes, man. Ja, we krijgen nu een tweede kind. Dus. Had je een jonge meisje al? Ik heb een dochter, ik krijg nu een jongetje. Ah, flikker,
dat, man. Ik heb alleen maar meisjes, man. Nee, serieus? Ja, je hebt 5 meisjes. Dat weet je niet. Ja. Nee, ik dacht dat je 3 had. Nee, ik weet van 3. Ik heb 5 meisjes. 5 meisjes, hè? Ja. Heb je nou iets verkeerds gedaan, man? Nee, je bent een jongen. Ik ben ook een jongen, man. Nee, ja, grapje, man. Als ze maar gezond komen. Ja, ja, dat is ook. Dat is ook, man. Dat is belangrijk. Zijn ze groot nu? Ja, ik heb eentje van 15, 14, van 13 en 11. En even kijken, die andere 6 en nog eentje 5. Je zou niet zeggen dat je in Nederland bent, man. Nee, als mijn broek uittrekt niet, nee. Ja, man. En train je ook nog in, zeg maar, dat nu winst of wat winst? Ja, ik heb vorige week een beetje getraind, nog steeds spierpijn, joh. En ik ga volgende week wat doen en dan doe ik gewoon een hele week iets en dan ga ik terug. Het is ook belangrijk dat je rust in de vakantie hebt. Ja, ja, tuurlijk. Lekker genieten, joh. Is de voorbereiding zwaar daar, Jalla? Ja, het is warm daar altijd. Ja. Dus sowieso een minpunt. Maar ja, we hebben een nieuwe trainer. Met hem is het wel lekker relaxed. Ja, wie had je? Mancini? Nee. Ik had Igor Tudor. Die speelde vroeger bij Juventus, een Kroaat. Oh, oké. Okay. Tudor. Ja, Tudor, ja. Ja, die was ons trainer laatst. Met hem trainde we wel hard. En, maar nu hebben we een Turkse man, legende Fatih Terim. Ja, die wou ik net zeggen. Die man is mooi, perfect, hè? Hij is top, man. Ja, hij is een legende, echt, man. Jongen. Pure man, baas. Hè? Ja, hij is echt een baas, man. Ik ben wel erg blij met hem dat hij is gekomen. Ja, want hij is echt, als je langs de lijn ziet, staat ook echt heel agressief en zo. Agressief. Maar volgens mij ben je wel vaderfiguur, man. Lijkt me. Ja, ook, ja, voor mij zeker. Maar sinds dat hij is gekomen, ben ik echt zo gaan. Ja. Zie, kijk, dat is belangrijk. Wat belangrijk, ja. Trainer is belangrijk. Echt, hè? Als je een lamzak hebt die niks waardeert, ja, dan zeg je ook van donder maar op. Ja, zeker. Oké, die is Fatih. Ja. Wat een grote man. Ja, zeker. Hij heeft ook in Italië gezeten, volgens mij. Hij heeft bij Inter gezeten? Ja. Ja, Fatih. En 24, je rugnummer, is dat iets die je gewoon gekregen hebt of heeft dat nog betekenis? Ik speelde vaak mee, maar al 4 jaar. Ja. Normaal hou ik van 11. Ja. Maar 24, ik ben gewoon van het 24-7. Oké. 24-7 actief. En, dat brengt mij wel geluk, man. Top. De laatste jaren. Ja, super. Heeft me mooie transfers gebracht. Ja. Sportief, financieel, dus. Mooi. 24 betekent nu veel voor mij. Man. Ja. En wat is je beste positie? Linksbuiten. Linksbuiten, hè? Ja. Je bent rechts, dus naar binnen komen naar schieten. Binnen komen, naar buiten. Heb je van mij afgekeken? Ja, natuurlijk. Ik heb veel geleerd. Maar jij was goed in het buitenomgaan. Ja, buitenom was. Ja. En ik denk dat je wel iets beter schot als mij had. Ja. Je had wel een poeier in die rechterbal, hè? Ja, die zat er wel in, ja. Alleen helaas niet zoveel gebruikt. Ik herinner een goal tegen Roma. Ja, toch? Hier links? Ja, hier links. Ja, gruwelijk. Die was lekker, hè? Ja. Ik heb echt veel respect voor jou, man. Dankjewel, man. Als speler, nee, echt, man. Zeker respect, altijd. Maar dat niet omdat ik hier bij jou in de auto zit. Ik ben niet met dat lulverhaal, ook niet. Bij mij is gewoon, jij was te erg. Zeker, man. Je was echt een goede buitenspeler, man. Ja, zijn we ouderwetse buitenspeler. Ouderwets, daar hou ik van, buitenom. Nu heb je van die hele dag naar binnen gaan, snap je? Waar moet ik heen? Hier, je kan hier zo stoppen. Okay. Top. Yes, dat is echt top. Is goed, man. Top, vriend. Hartstikke bedankt. Hey, super. Ja, leuk. Man. Zeker, man. Zeker. We houden contact. We houden zeker contact, ja. Als je tips nodig hebt, dan hoor je. Ja. En als je een keer komt kijken in Turkije of iets. Ja. Gewoon bellen. Je hebt mijn nummer nu en dan houden we contact. Top. Is goed. Rustig aan, hè. Dankjewel, man. Later, man. Mazel. Doei. Yes, mensen. Dat was Gary. Top gozer, man. Aardige vent. En een goede voetballer. En, ja, een leuk verhaal had hij. En we gaan door met z'n allen. Abonneer even. Doe even een blauw vinkje. Of hoe is dat? Blauw duimpje is het, hè? Ja. En dan gaan we door met z'n allen. Eén grote familie, YouTube kanaal. Bij Andy in de auto. Peace. Bedankt voor het kijken weer. Ciao.